Ik vind het belangrijk dat de verhalen over vrijheid levend blijven, omdat het een hele goede waarschuwing is voor de toekomst en een gevoel van dit nooit meer geeft. Mijn naam is Thies Brink en ik ben het afgelopen jaar de burgemeester van Madurodam geweest. Echt vrijheid is niet alleen vrijheid voor jezelf, maar ook voor de ander. Om die vrijheid te behouden moeten we voor elkaar zijn en elkaar helpen. Mijn naam is Bushra Chili en ik ben de burgemeester van Madurodam. Madurodam is een oorlogsmonument, opgericht ter ere van een oorlogsheld, George Maduro. En als burgemeester treed je als het ware in zijn voetsporen. Als burgemeester van Madurodam heb ik ook een persoonlijke challenge. En dat is het mensen verbinden en zo ook het gesprek aan te laten gaan. Ik ben vanzelf van Turks komaf en heel veel mensen zien mijn hoofddoek vaak als een beperking. Het feit dat ik juist een hoofddoek draag en vrij over straat kan lopen en er trots op kan zijn, is belangrijk voor mij. Dat is mijn vrijheid. Er zijn altijd nog mensen die je dan raar aankijken op straat, maar dat is puur denk ik omdat ze niet weten waarom je het draagt. Mijn challenge was het organiseren van de Mad Day. Een dag voor kinderen met een haarziekte. Ik heb zelf namelijk alopecia en ik heb daar zelf eigenlijk helemaal geen moeite mee. Maar ik had wel gemerkt dat kinderen met die haarziekte zich vaak schamen voor hun uiterlijk. Nou, het doel van die dag was om kinderen steviger in hun schoenen te laten staan, zodat ze hopelijk met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet zouden gaan en uit hun schulp zouden kruipen. Als je niet kan doen en laten wat je wil, dan ben je niet vrij. Na mijn burgemeesterschap bij Madurodam rol ik nu als het ware in de tweede fase als vrijheidsambassadeur. Waar ik me hard kan blijven maken om die verhalen te blijven vertellen en om vrijheid door te geven. Den Haag, zoveel nationaliteiten, zoveel verhalen over vrijheid. En ik kan al die verhalen van al die verschillende mensen vertegenwoordigen en vertellen. Heel vaak denken we dat vrijheid heel vanzelfsprekend is, maar dat is helaas niet zo. En we moeten ervoor zorgen dat de negatieve dingen uit onze geschiedenis niet herhaald worden.